Welkom bij een nieuwe aflevering van Skyrim met verhaaltjes. De verhaaltjes van de vorige afleveringen waren, nou ja, ik zou niet willen zeggen negatief, maar wel niet ideaal. Jezelf voor lul zetten, alles onderkotsen, mensen oplichten, een heleboel drugsgebruik. Ik denk, ja oké, dat zijn interessante verhalen, sowieso. Worden erg leuke video's op deze manier. Maar ik wil graag een aflevering met positiviteit. Dus daarom was het onderwerp voor deze video: wat is een herinnering die jij nooit zult vergeten? Ik denk, yes, kom maar door met die positivity. Dus ik open de mailbox van serpentskyrim@gmail.com. En letterlijk, de eerste e-mail die ik tegenkom was getiteld: ik heb een vrachtwagen in brand gestoken. Ik bedoel, tuurlijk, het is iets wat je nooit zal vergeten. Het is veel vuur. Maar om het nou echt een positieve ervaring te noemen, ik had ook niet per se in de vraag verstopt dat het positief moest zijn. Ik ging er gewoon vanuit dat het positiviteit aan zou trekken. Boy, was I wrong. Voor de volgende aflevering is in ieder geval de vraag: wat is uniek aan jouw leven? Ik heb een heleboel dingen tegengekomen, wel ook voor deze aflevering hele interessante situaties. Dus ja, laat maar weten. Misschien heb je iets heel cools of juist iets heel rots. Vertel iets over je leven wat jou uniek en of interessant maakt, want dat zoek ik voor de video. De vorige aflevering heb ik meerdere keren geprobeerd te vechten met reuzen. En het ging reuze kut. Ik wilde graag de video beginnen met een comeback. Deze keer gaat het me namelijk gewoon lukken. Of de reuze dat wil of niet, hij gaat neer. Mijn plan was voornamelijk om gewoon eventjes gauw de reus eerst op die Atronarg af te laten komen. En niet op mij. Het is de geniaal. Oh, hij gaat neer hoor. Hij gaat zeker neer. Boom. Even een klein applausje voor mezelf. Very nice. Dus die gast die een vrachtwagen in brand heeft gestoken. Misschien roept dat bij jou, net zoals bij mij, meerdere vraagtekens op. Ten eerste, deze gast was toen de tijd 12 jaar oud. Wie heeft niet de vrachtwagen in brand gestoken toen hij 12 was? Laten we eerlijk zijn. Oh wacht, de meeste mensen. En hij had geen zin om naar school te gaan. Dus hij zei: mam, ik voel me niet zo lekker. Mag ik thuis blijven? En die moeder zei: maar natuurlijk, zoon. Terwijl, als ik niet naar school wilde en ik zei dat ik ziek was, dan had ik echt letterlijk mijn ingewanden uit moeten kotsen. Ik heb niet zulke makkelijke ouders op dat gebied. Maar hey, blijkbaar als je wel makkelijke ouders hebt, ben je ook het soort kind dat een vrachtwagen in brand steekt. Dus misschien is het beter om een beetje streng opgevoed te worden. We gaan vandaag lekker naar Ivarstedt lopen. Een beetje de rivier volgen. Dan moeten we er een soort van kunnen komen. Dat was tenminste mijn idee. Nou, dan even gaan wachten, want het is echt veel te donker momenteel. Nee! Er is gewoon weer een draak. Iedere keer als ik naar Riften Stables teleporteer, is er een motherfucking draak. Maar er zijn hier een heleboel bewakers en guards en zo. Dat helpt. En er is een megaspin. Oh, oh, oh. Wat een feestje dit. Ah, we halen hem even neer. Kunnen we skelet meteen verpatsen. Dit is niet wat ik wilde doen deze video, maar het is wel wat we gaan doen deze video. In ieder geval, die gast werd op een gegeven moment opgehaald door zijn vrienden. Terwijl, lijkt mij, als je ziek thuis bent en je kan niet naar school, kan je ook niet chillen, maar oké. En blijkbaar wat hij vaak met zijn vrienden deed was drinken. Deed ik ook altijd toen ik 12 was. Sure, sure, sure. Probeer je geen opvoeding te bekritiseren, maar ga niet helemaal goed als je op je 12e geregeld aan het drinken bent. Ging vast stiekem hoor, ging vast stiekem. Liggen tenminste niet aan je ouders. Even heel skelet meenemen. De vraag is, ga ik hem eerst meteen even verpatsen? Of heb ik zoiets van, we moeten door? Ja, dat is moeilijk. Ik kan gewoon even kijken hoeveel het weegt. Ja, een zooitje bij elkaar. Ja, oké, ik heb er maar 1 kilo ruimte. Oké, we gaan even dit skelet verpatsen. Dragon Soul Absorbed. Je kan die souls dus later uitgeven aan een hoop interessante spreuken. Maar ik kan dat op dit punt in de game nog niet echt doen. Jammer genoeg. In ieder geval, gast ging zuipen. En vervolgens een beetje met Lucifer spelen. Toen op een gegeven moment hoorde hij: ja, bij een of ander industrieterrein zat een verlaten vrachtwagen. Hè, is dat een ding? Huizen, die verlaat je. Maar vrachtwagens kun je juist zo handig meenemen. Dus ik niet echt iets waar ik vaak van hoor. Een verlaten vrachtwagen, die breng je meestal naar de sloop in plaats van hem ergens te dumpen. Er staat op je naam, moet je belasting over betalen, wegenbelasting en zo. Maar sure, verlaten vrachtwagen. En ze zagen dat er een soort bank in zat en die wilden ze in de fik zetten met lucifers. En op een gegeven moment waren ze ongeduldig en begonnen ze vast met het ding in de fik zetten. Het vloog in de fik. Verrassend goed, ook nog eens. Dat was een beetje het hele probleem eigenlijk. Het fikte veel te goed. Waar de fuck is de Riverwood Trader? Bruh.
Ik moet je mijn troep verkopen. Thanks. Wat heb je te koop? Het maakt me helemaal niet uit. Ik wil gewoon een skelet bij je dumpen. Thanks. Eens even kijken. Dragon skills. Yes. Een hele fijne dag verder. In ieder geval, vrachtwagen stond flink in de hands. Oorspronkelijk was het idee keihard wegrennen. Gewoon een paar filmpjes maken. Lol, dit ding zit in de fik. Is goed voor je Snapchat. Tuurlijk. Als je criminele dingen doet, altijd op je Snapchat zetten. Ik wou zeggen, ik krijg superveel likes. Maar dat is niet eens een ding. Het enige wat je krijgt is een hoge taakstraf. Zet geen criminele dingen op je Snapchat. Tip van de dag. Doe geen criminele dingen is de Uber-tip. De sub-tip is zet in ieder geval niet op je Snapchat. Het gaat er echt niet beter van worden. Op geen enkele manier. In ieder geval. Dus op een gegeven moment besluiten ze toch, ja, het begint wel heel erg uit de hand te lopen. We rennen weg. Maar toen op een gegeven moment was het zo van, ja, maar straks vliegen aan nabijliggende gebouwen ook in de fik. Misschien kunnen we beter teruggeven, het in de gaten houden. En ik geloof dat ze uiteindelijk wel toch beseft hebben dat ze beter gaan de politie kunnen bellen. Het is een industrieterrein, daar hangen een berg camera's. Oh, geloof me, ze gaan erachter komen dat jij het gedaan hebt. Kun je beter maar aan de brandweer bellen. Ik geloof dat ze uiteindelijk... Ze hebben wel de brandweer in ieder geval gebeld. Niet meteen gaan zeggen, wij hebben het gedaan, maar wel even, hey, we komen een vuurtje melden. Zijn ze meegenomen naar het politiebureau met die hele groep jongens. En ze hadden gewoon gezegd tegen elkaar, we gaan allemaal niks zeggen. Dat werkt best wel goed, alleen, ja, zoals verwacht, één persoon zegt wel wat. Die gaan natuurlijk vrijuit en de rest is allemaal de lul. Dat is een beetje hoe dat werkt. Dus iedereen denkt, ja, als iemand toch wat gaat zeggen, kan ik beter die iemand zijn. Krijg ik geen straf. Wat in principe prima logica is. Je bent wel de snitch van de eeuw, maar sure, hey... Liever een snitch dan een taakstraf. En dat is ook wat er gebeurde. Die kijker was pas 12. Dat is het voordeel van 12 zijn. Je kan gewoon hele vrachtwagens in de fik zetten. Oh shit. Niet doodgaan. Je kan gewoon hele vrachtwagens in de fik zetten. Oh ja, hier. Neem maar een taakstraf of zo. Was ik maar 12, man. Echt, als ik denk aan al die dagen dat ik mij niet had misdragen. Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. Had ik echt allemaal dingen in de fik gezet en shit. Moet even oppassen dat we niet doodgaan trouwens. Het is redelijk intens hier allemaal. Een soort natuur... Ah! Natuurgebied. Oh, we zijn level up. Dol op. Zo. Even kijken, we moeten nog tegen dit ding vechten. Springran Matron. Tuurlijk, Matron. Komt goed. Please, doe me geen pijn. Gaan we lekker met Lydia vechten. Voor de rest ga ik zo weer even de belichting fixen in de game. Daar even te wachten, want dit is... Belachen. Please sterf. Checkpointje. Oh! Ik ben dood. Fuck. Dit moet te halen zijn. Oké, misschien niet. Hé, verdorie. Dit hou je echt net pijnlijk niet. We hebben een heel goed checkpoint gemaakt. Ik moet gewoon even een klein beetje extra health consumeren. Zou vuur goed werken op dit soort makkers? Vast wel. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet werkt op dit soort makkers. Laten we daarop houden. Nou, even die gast kapot neppen. Fuck jou. Ik ga meteen even je ziel opzuigen. Ik heb namelijk ook wat grotere zielkristallen bij me, geloof ik. Zoiets. Ah, hield! Nee! Rot op! Smerige smiecht! Nee! Fuck! Nee! Bitch! Nee! Bitch! Oh. Kijk hoe weinig health ik heb. Waarom is er nog steeds spannende muziek? Het is voorbij, toch? Ik heb gewonnen, toch? Alsjeblieft. Zeg me dat het voorbij is. Please, zeg me dat het waard was. Stront. Gewoon pure stank voor dank. Door naar het volgende verhaal in ieder geval. Eén verhaal vond ik best wel cool. Het was op zich gewoon een coole herinnering. Sommige dingen waren gewoon dingen die mensen deden. Van bijvoorbeeld eentje van, ik ging met vrienden op reis door heel Europa met de trein. Was fucking vet. Denk gewoon, ah, positivity vibes, weet je wel. Nog langer wachten. Moet even kijken hoe laat het is hier. Zo moet het wel een beetje licht zijn buiten. Er was één verhaal van een gast die ging crowdsurfen in een Pikachu pak. Met een bijbehorende foto van die dude in een Pikachu pak. That's the good shit. Oh ja, kijk. Dit zijn van die natuurplekjes. Zit gewoon helemaal vol met vlinders. Dat is positivity. In ieder geval, dit was een verhaal van een kijker die ging in 2016 naar Brazilië. Namelijk voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Wat natuurlijk klinkt als een heel positief iets met je familie. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Is het de andere kant niet helemaal, maar het is ver weg. Ik ben nooit in Zuid-Amerika geweest. Het is redelijk interessant daar.
In ieder geval, hij ging daarheen. En de herinnering die hem voor altijd bij zou blijven is, ja, iets minder positief. Namelijk het feit dat hij een pistool in zijn gezicht, op zijn gezicht gericht kreeg. Hij werd namelijk overvallen. Ze deden dan van een soort gouden route door iets van de Amazone of zo. Een hele coole wandeling. Niet alleen maar sport, maar ook gewoon zelf een beetje bewegen. In plaats van alleen maar kijken naar andere mensen die sporten. Dat doe je goed. Alleen ja, toen overvallen worden met een pistool op je gericht. Omdat ze ergens een beetje van de route afgelopen waren. Nou ja. Brazilië is niet het meest rijke land over het algemeen. En als er dan een keer heel veel toeristen zijn met heel veel geld, trekt dat ook zeer zeker een hoop criminelen aan. Ze kregen in ieder geval een pistool op hun gezicht gericht. En de vaders die deden maar gewoon zijn camera af. Haalden wel het SD-kaartje eruit en gewoon de camera gegeven zonder SD-kaart. Toen gingen de boeven weer weg. In principe is dat het wel meestal bij dat soort mensen. Je moet je gewoon niet verzetten. Dat is wanneer het echt gevaarlijk wordt. Over het algemeen willen ze gewoon geld. Ze hebben niet per se zin om je te vermoorden. Alhoewel in dat soort landen zijn er ook wel veel meer moorden hoor. Ook gewoon voor de lol. Is ook een soort Olympische sport. Precies. Je snapt wat ik bedoel. Hier in de verte is een gezellige berg. Moeten we ook even heen. Dus ja, ik kan me wel voor begrijpen dat ze maar een pistool op je gezicht gericht krijgen. Ondanks dat je het waarschijnlijk gewoon prima overleeft. Dat het geen positieve ervaring is. Ik zit al een tijdje te kijken om misschien naar Zuid-Afrika te gaan. Lijkt me super tof daar. Maar is het ook wel een beetje met het feit dat daar zoveel gewelddadige... Ik wou hem soul trappen. Nou, Lydia, fuck jou. Dat er zoveel gewelddadige autoroven zijn met een pistool. Ja, het ding is gewoon... Geef ze gewoon de auto. Je bent ervoor verzekerd, maar... Als je dat niet doet, omdat je van je auto houdt, ja, dan ga je dood ongeveer. Boom! Over overvallen gesproken. Ik heb trouwens een zoom gekocht voor op mijn boog. Super chill. Patsa. Over overvallen gesproken. Het volgende verhaal heeft een soort van mee te maken. Er was een kijker die doet aan freerunnen. Dat is weer een beetje in de categorie, hey, wat maakt je interessant? Hij doet freerunnen. Voornamelijk over daken van gebouwen. En dat doe je meestal 's nachts, want ja, dan zijn er minder mensen. Vaak komt de politie er wel op af en dat soort dingen. Dus meestal doen ze het 's nachts. En ze hebben ook nog eens van die coole maskertjes op, zodat je dus minder snel herkend wordt. Want ja, hè, je moet jezelf wel filmen tijdens het freerunnen. Je wil jezelf graag op YouTube zetten, maar ook weer niet herkend worden. Dus dan is een masker best wel handig. Even kijken, ik wil graag naar de archery skill. En dan kopen we... Power shot. Arrow stagger all but the largest opponent 50% of the time. 50% van alle pijlen die je raakt, staan ze even stil. Waardoor je heel goed mensen op afstand kan houden door gewoon ze vol te spammen met pijlen. Ik ga het even proberen te demonstreren met welke motherfucker er dan ook in deze grot zit. Kom dan. Het is gelukkig een klein grotje, dan kunnen we snel door met lopen waar we dat werk heen willen. Hallo nerd. Oh, de game sluit per ongeluk af. Oh, doe het weer. Is er iemand? I don't know, man. You tell me. Even heel gauw operatie paniek. Even gauw een atro naar spannen. En dan gewoon eventjes toch weer terug naar de boog, denk ik. Misschien kan mijn atro naar het oplossen. Ik heb geen idee wat mijn oplossing is hier. Behalve hopen dat ik niet sterf. Oh. Oh. Laat maar. Deze dude one-hit me gewoon, hè? Letterlijk één schot. Ja, hoe gaan we dit doen dan? Gewoon blijven... Kan ik headshots maken? Is dat een ding? Oh, shit. Je mag niet weten dat ik er ben. Yes! Recht in je hoofd. Recht in je... Opgerold daarmee. Mijn dode lichaam gaat pas een leuk glijbaantje af. Ah, hoe dan? Hoe dan, hoe dan? Nieuwe strategie. We gebruiken die stagger optie die ik heb. In de hoop dat hij gewoon iedere keer raakt. Als je gewoon niet op me kan schieten. Niet ontwijken, niet ontwijken. Niet cool. Niet cool. Als ik gewoon... Hop! Kijk! Check hoe fucking chill die stagger is. Die arme heks heeft gewoon geen kans, joh. Gewoon letterlijk geen kans om überhaupt aan te vallen. Dat is wat we noemen in de volksmond rekt. Oké, fantastisch. Even kijken, wat hebben we allemaal? Iets van een spreuk, tuurlijk. Ropes of Restoration, mag je houden. Oeh, 1400! Dat is een dure staf. Die nemen we zeer zeker mee. Alchemy lab bewaren we voor later. Halo bier. Sure. Mag je houden. Lekker boekie. Hoppakee. 42 alchemy. En dan hebben we hier nog een lekker kistje. Met daarin wat soul gems. Altijd fijn. Fair. Sure. Oeh. Dat werkt wat goede ropes. En een potion of magicka. Oh. En een vlammenwerper. Die dingen zijn handig.
Als je healing wil trainen, kun je gewoon in zo'n vlammenwerper ding blijven staan en jezelf blijven healen. Dan blijf je HP omlaag gaan en dan blijf je het weer aanvullen. Dan kun je op die manier je restoration trainen. Slim! Ik ga even schouder doorlopen naar de volgende locatie. Dan kunnen we nog soort van een beetje tempo in de gameplay hebben. En dan gaan we dan wel verder met het ene verhaal over. Freerunnen. Bitch! Oké, we zijn al een lekker stukje onderweg. Dus, die gast besloot een keer, weet je wat, we gaan niet s'avonds laat met onze maskers op freerunnen. We doen het een keertje overdag. Op het dak van de Albert Heijn. Wat een fantastische plek. Natuurlijk, overdag. Ja, word je veel makkelijker gezien. Dus al redelijk snel. Wie had dit verwacht? Komt de politie opdagen? Oh nee, oh nee, oh nee. En op een gegeven moment, ja, ze denken, kut politie, we peren hem maar, weet je wel. Komt er wel heel veel politie opdagen. Als in 3 politiewagens en een helikopter. Op dat moment denk je van, is het zo erg dat ik op het dak van de appie ben geklommen? Ik bedoel, de appie gaat er niet automatisch kapot van, weet je wel. Het is niet de bedoeling. Je brengt jezelf misschien een beetje in gevaar. Er zijn ergere dingen in de wereld. De politie heeft hopelijk betere dingen te doen. Maar wat bleek, iemand anders zag zeg maar meerdere jongens met allemaal maskers over hun gezicht over een dak klimmen. Dus die had de politie gebeld onder het mom van, er is een overval bij de Albert Heijn. Er is een fucking politiehelikopter op afgestuurd. Het valt haast een beetje in de categorie fuck-ups, maar ik kan ook best begrijpen dat als de politie je aanhoudt voor een overval, terwijl je wilde gewoon even op het dak klimmen om cool te doen, dat je best wel zoiets hebt van ja, dit zal ik niet snel vergeten. Nu we toch een beetje in de categorie van de oefs zitten. Ik had één verhaal gelezen waar een gast was gaan staan op een zeeegel. Als in die lekkere, paarse, stekelige wezentjes die lekker in de zee zitten. Het is gewoon alsof je in 20 messen tegelijkertijd stapt. Het is de droom, pretty much. Hele goede dag allemaal. Je bent Staleo, heb je quest voor me? Are you here to help? What's going on here? Finally, reinforced. I was expecting more, though. You better be good. Better be good. Hey, I'm the best. Good. The place is crawling with bandits. We lost. I suspect Brurit. No, it's a form of bandits. It's gevaarlijk. Sounds like more than just bad blood. Geef me gewoon de quest. I'll do it. Good luck. Oh, ik ken deze wel. Ja, er is een soort fort en je moet dan via zo'n tunnel erin. Ik heb deze nog wel eens eerder gedaan toen ik eeuwen geleden op de Switch iedere avond veel te veel Skyrim speelde. Het is gewoon een grot vol met bandito's. Eén groot feest. In ieder geval, die gast was op een zeeegel gaan staan, wat gewoon dusdanig veel pijn doet dat het al een herinnering op zich werd. Misschien is het ook best een leuke voor een video. Misschien is het los onderwerp. Wat is het meest pijnlijke wat je ooit ervaren hebt? Maar dat is niet voor de volgende aflevering. Maar als je wat hebt, schrijf het alvast even neer. Dat zou je zo wel leuk. Ja, die kunnen. Voor iemand die wanhopig op zoek is naar onderwerpen, is wat is het meest pijnlijke dat je ooit ervaren hebt? Zeer zeker een leuke. Boom! Hebben ze hem al gezien? Stealth leven! Fuck, oké, daar. Fuck! In ieder geval, het hele zeeegelverhaal hield daar nog niet op. Het was niet gewoon, ik ben in een zeeegel gaan staan. Alhoewel, dat is. Stealth leven! Yeah! Stealth leven! Ik wou zeggen, we blijven gewoon weg. Maar die Atronar verpest het gewoon voor me, of niet? Of spotten ze die niet? Oké, die spotten ze wel. Fuck. Deze dude is dan wel weer een flink stukje sterk. Ja, dit is verschrikkelijk. Eigenlijk gewoon. Dit is verschrikkelijk. Ja, iemand had gereageerd dat mijn karakter niet goed genoeg gebalanceerd is. Als in, ik level heel erg snel. Vond ik leuk om zoveel mogelijk te levelen. Maar de vijanden levelen met je mee. Dus als je heel erg levelt in skills en ze niet gebruikt om je combat beter te maken. En dan krijg je dit. Ik kan gewoon de difficulty van de game een tandje omlaag gooien. Maar ik vind het ook wel grappig om zo mijn best te doen, weet je wel. Soms moet je gewoon je best doen. Als dat andere niet werkt, gewoon meer je best doen. Oh, die leeft nog steeds, shit. Hoppla, die zit neer zo'n beetje. Even kijken, wat kan ik nog meer doen om deze dude te kutten? Afstand houden misschien? Heb je dat al geprobeerd? Nou. Waar is Lydia? Waar is mijn Lydia? Help! Ik bedoel, ik heb potions, maar echt niet veel.
Niet genoeg voor deze bullshit. Oh, hier is olie. Iedereen in de fik. Woe, oh wacht, misschien kunnen we dat op een manier gebruiken. Door ze gewoon meteen allemaal aan de hands te zetten. Misschien werkt dat. Gewoon full on charge met die flames. Hoe bevalt dit? Blijf staan, je moet in die olie staan. Thanks. Dat werkt verrassend goed. Het is niet de sneaky shit die we nodig hadden, maar het is wel de sneaky shit die we krijgen. Dit werkt, denk ik. Gewoon genoeg vuur voor dagen, puur plezier. In ieder geval, het in de zeeegel staan op zich was niet eens het interessantste aan dit verhaal. Blijkbaar was er een gast die daar vandaan kwam, een of andere Italië of zo. En ja, het is best wel gewoon een veel voorkomend ding. Dus dat gewoon een hele EHBO-kit speciaal voor dit soort gevalletjes. En had de kijker geholpen met die shit uit zijn poot halen. Wat natuurlijk geen overbodige luxe is. Alleen toen vervolgens vroeg hij, mag ik hem hebben? Als in de daadwerkelijke fysieke zeeegel. Hij zei, mag ik hem hebben, dan eet ik hem op. En dat heeft hij gedaan. Wanneer je in een zeeegel bent gaan staan, een of andere gekke Italiaan eet hem op. Thanks, dude. Super handig. Waar waren we zonder jou? En voor de rest, het volgende verhaal echt super sneu. En ik kom me er een klein beetje in herkennen. Het is wat ik zou beschrijven als gefeliciteerd. Bijna exact hetzelfde verhaal als wat ik meemaakte eigenlijk. Je hebt natuurlijk één moment wat voor heel veel mensen denk ik wel een memorabel moment is. Is je examenuitslag. Dat ene moment is je te wachten voor die kuttelefoon. Om eventjes te horen of je een jaar van je leven verspild hebt, ja of nee. Dat is ongeveer hoe je de examenuitslag redelijk kan samenvatten, denk ik. Heb je wel een jaar van je leven verspild? Boom! Ziek sneak. En die gast had dus inderdaad zijn examen gehaald. Lekker bezig, gefeliciteerd. En echt letterlijk enkele minuten later kreeg hij de zeer sneu boodschap dat zijn opa overleden was. Dat is echt super kut. Je voelt twee extreem verschillende emoties. Bijna tegelijkertijd. Je bent aan de ene kant heel blij en aan de andere kant oh zo verdrietig. Ik denk als je moet kiezen dat het misschien wel de moeite waard is om gewoon een jaartje opnieuw te doen. Als je je opa nog een paar jaar erbij kan krijgen. Dat is in principe wel een goede deal. Ik kan in ieder geval heel erg goed begrijpen dat het een herinnering is die heel erg is blijven plakken. Maar om het nou echt een leuke herinnering te noemen. Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Nope, daar trap ik niet in. Oh, nog eentje. Daar trap ik ook niet in. Letterlijk, het is een valstrik waar je in trapt met je voet. Snap je? Ik snap hem wel. Top. Gaat lekker dit? Oh man, ik hou van pijn en boven met stagger optie. Het is fantastisch. In ieder geval, ik had ook een verhaal gelezen van een kijker die had best wel een memorabel iets. Hij ging verhuizen naar Duitsland. Of tenminste, nou ja, ging. Dan klinkt het zo vrijwillig. Geen enkel joch van waarschijnlijk 10 jaar oud of zo heeft zin om naar Duitsland te verhuizen. Vooral omdat je dan in één keer ja, al je klasgenoten kwijt bent en ook nog eens in fucking Duitsland bent. Dat is voor niemand de droom. En op een gegeven moment was er een bepaalde jongen, een of andere irritant snetjoch, en die moest het bord schoonmaken in de les. En die kijker dacht, weet je wat, ik ben een lieve knaap, ik help hem. En toen heeft hij een permanent marker gepakt, niet weten dat het een permanente marker is natuurlijk. Altijd zo'n ding, van die hippe schoolborden, waar je met mooie stiften op kan. En het feit dat ze dan, dat mensen de parool, oh die gast is sterk. Dat ze dan per ongeluk, ik ben echt dood, ja. maar wat skillpunten investeren in heavy armor, denk ik. Dat ik ook gewoon wat extra damage kan sponsen. Dat zou echt wel heel fijn zijn. Opgerot, jongens. Probeer je te vechten, maar niet op de gemene manier. Ik wil niet weer dood door die chief. Fuck hem. Hij komt er zo weer aan, of niet? Ik ben hidden momenteel. Is dit stealth? Is dit de stealth experience? In ieder geval, die kijker deed en met de marker, wat ik ook deed toen ik voor het eerst in Duitsland was en een jonge jongen was. Hij besloot, weet je wat, ik zet een hakenkruis op bord. Niet wetende dus dat hij het hakenkruis niet uit kon vegen. Blijkbaar was het toen een goed idee om gewoon naar huis te gaan. Voor mij was het idee gewoon, ik zet gewoon een hakenkruis neer. Ik denk dat ik het verhaal misschien niet goed begrepen heb. Ik denk dat het lijkt me logischer dat het verhaal was als volgt. Die ene snetjoch moest het bord schoonmaken. Had het bord schoongemaakt. Toen dacht ik, kijk erna, lol, ik zet er een hakenkruis op. Dan ga ik weg, weet je wel. Als ik met permanent marker een hakenkruis op mijn schoolbord zet, dan zou ik hem wel vervolgens echt weer weghalen, zeg maar. Alhoewel, dit joch was jong. Waarschijnlijk wist hij niet helemaal dat dit, ja, niet gewaardeerd werd. Oeh, een potion of vigorous healing. Dat kan ik echt wel even goed gebruiken. Net kwam dus die bandit chief dude de hoek om gerend. Aangezien we nu stealth zijn, doet hij dat niet.
kunnen we even een beetje een soort van strategie doen. Het is ook wel fijn dat je met één persoon moet vechten in plaats van met al die andere motherfuckers er ook bij. In ieder geval, ik weet dus niet precies hoe het gebeurde, maar er stond een heel groot haakkruis op het bord. En de juf wilde graag even weten wie dat gedaan had, weet je wel. Dus die kijker die had uiteindelijk gewoon gezegd, ik was het niet. Het was die ene joch die zeg maar toch al heel veel ruzie had met school. Toen was de juf zo van, ja, sounds legit. Hij zal het wel gedaan hebben, toen heeft hij straf gehad. We hadden ook een keer zoiets. Iemand had op het bord in groep 4 heel groot hoer. Kut groep 4 stond er geloof ik. Kut groep 4. En toen werd ik meteen uit de klas gehaald van, Rick, waarom heb je dat gedaan? Ik zei, what the fuck? Ik hou van groep 4. Groep 4 is mijn leven. En toen bleek het een heel ander meisje het gedaan had en dat het gewoon echt problemen had. Ja, nee, hey, ik ga geen namen roepen, maar ik ben nog steeds boos op je. Ik heb wel één keer zo'n heel groot hoera, had ik de A weggeveegd dat heel groot hoer stond. Dat vond ik best wel grappig. En laten we eerlijk zijn, dat is gewoon straight up comedy, toch? Dat vindt iedereen unaniem hilarisch. Oké, wacht, we kunnen even een valstrik plaatsen zelfs, maar ik denk dat hij ons gaat vinden binnen enkele seconden. Ik was liever extra stealth geweest. Nee! Ga weg! Ik wil nog een fire rune plaatsen. Lekker bezig, Atronarchy. Oh. Oh. Ga weg. Laat me met rust. Nou. Hij komt eraan. We moeten even heel gauw de hoek om. Oh, verkeerde hoek. Verkeerde hoek. Meneer, je zou zeggen van nou, maar even de hoek om. En je pakt de verkeerde hoek. We kunnen even kijken hoe ver ik hem gewoon met stagger op afstand kan houden natuurlijk. Gewoon zo doen, Rick. Gewoon zo doen. Hop. Oh, scheid. Hey, waarom? Mijn shout deed het niet. Nou. Oeh, dit kan werken. Als ik hem gewoon daar hou, op een lekker afstandje, kan ik hem daadwerkelijk een beetje ownen. Ownen zou ik willen zeggen, met de pijl en boog. Kom dan, kom dan. Hij komt zo langzaam. Ik weet ook niet wat je hoopt te blokkeren op deze manier, zeg maar. Wacht, we gaan voor de ultieme vernedering. We stelen zijn ziel. Oh ja. Wat? Je wil je ziel niet in een kristal stoppen? Oh, kan het. Ik heb ook geen grote kristal bij me daarvoor, dus dat komt voor jou echt super goed uit, gast. Eens even kijken. Prima, mooie quick save. We pakken lekker door. Ik moet zeggen, van alle verhalen was er eentje met de meeste feel-good vibes. Er was namelijk één iemand die had uitgebreid gereageerd dat de mooiste dag van zijn leven was. Een van zijn beste herinneringen in ieder geval. Dat zijn zusje geboren was. Dat vond ik echt heel schattig. Hij vertelde helemaal, die dag was wel een beetje raar, want zijn vader bracht hem naar school en normaal moest hij altijd fietsen of zo. Ik kan zelf de geboorte van mijn broertje niet echt meer herinneren, want ik was toen gewoon zelf nog redelijk jong. Maar ja, als je iets van 7 of ouder of zo bent, dan blijft het wel lekker steken. Dat is best wel vet. Dus hij werd in één keer van school opgehaald met, yo, je moeder is even zijn baby aan het uitpersen, zin om te komen kijken. Ah, fucking vet. Oh, scheid. Zoek je iemand? Ik denk dat je iemand zoekt. Maar waar? De echte vraag. Ik vond het in ieder geval erg schattig. Shit. Het is niet schattig. Ik ga dood. Alweer. Ik ga wegrennen nu. Je kan in principe gewoon het hele gebouw weer terugrennen. Meestal raken ze je wel ergens kwijt of zo. Ik ga hem hier verstoppen. Kan dat? Ja, dat kan wel. Please ren me voorbij. Als Sinterklaas, stilletjes, mijn huisje voorbij. Nope. Oh, scheid. Maar dit werkt. Soms doet de game gewoon een beetje raar. Dat moet je maar gewoon accepteren in je voordeel. Oh, wil je zo gaan doen? Wil je zo gaan doen? Oh, scheid. Waarom zijn er zoveel mensen? Potion, vigorous healing. Dankjewel. Niet goed genoeg. Top. Kom dan. Misschien kan ik beter nu alvast beginnen. Oh, niet healen. Fuck jou. Mensen die healen zijn zwak. Zoals ik zelf, bijvoorbeeld. Boom. Ze blijven hangen op die trap. Wanneer de game zuigt, maar het werkt in je voordeel. Dus het is oké. Toevallig heel haaks op het hele positieve familieverhaal had ik ook een heel negatieve familieervaring in de categorie gebeurtenissen die je bijblijven, juist omdat het zo overweldigend negatief was.
Was de dag dat een kijker uit huis geplaatst werd. In één keer allemaal politie voor de deur en jeugdzorg met... Hey, kleine man, goed nieuws. We halen je weg bij je ouders. De groeten. En hij beschreef ook het hele proces, hoe hij een tijdje bij een bepaalde mensen woonde die heel tof waren. Maar die gingen op wereldreis, hè, toffe mensen, die doen dat soms. Dus toen moest hij weer weg, ging naar een ander gezin en die waren juist weer best wel oud en best wel saai. Kon je het gewoon niet echt meer vinden. Toen op een gegeven moment was hij bij oom en tante, dat ging weer heel goed. Toen weer terug bij de ouders. En op een gegeven moment kwam hij geloof ik bij echt een soort jeugdzorginstelling met gewoon een heleboel andere kinderen. Maar het was eigenlijk gewoon een soort kinderconcentratiekamp. Zoals hij het beschreef, de begeleiding was echt super kut en onaardig. Dat je denkt, ja, je hebt kinderen die altijd naar een gezinssituatie komen. Misschien is het handig om een beetje aardig tegen ze te doen, weet je wel. Het was in ieder geval, het las allemaal echt heel sneu. Ik was vooral benieuwd wel toen ik het las. Waarom word je uit huis geplaatst? Maar blijkbaar had het te maken met dat zijn vader was opgepakt voor de gevangenis in moest voor drugsdealen. Dat is best wel een ding natuurlijk. Dat helpt over het algemeen niet echt mee. City of Stone, boek. Kijk, fijn dat je zo van lezen houdt. Alleen jammer dat je dood bent. Kan je daar weer niks mee doen. Gelukkig had het verhaal geloof ik wel een happy end. En woont deze kijker nu dat werk weer bij zijn vader. Dus dat is erg fijn. Kunnen ze het redelijk goed met elkaar vinden. Dus dat is alweer fijn. Een goede happy ending. Maar het liet me vooral gewoon een beetje zien hoe ik en waarschijnlijk velen van jullie ook gewoon een semi-normale gezinssituatie redelijk voor lief nemen, weet je wel. Ik ga er gewoon redelijk vanuit dat de gemiddelde persoon, zeg maar, gewoon ouders heeft waar je een beetje kan chillen en dat je gewoon je thuis een beetje fijn kan voelen. Maar het is gewoon heel sneu dat voor sommige mensen, jammer genoeg, niet allemaal één groot feest is. En dat het allemaal één grote narigheid kan zijn eigenlijk. Een ander verhaal, wat hier ook alweer een soort van op aansluit, was juist iemand die als herinnering had dat een meisje uit zijn klas, die zei dat ze thuis mishandeld werd door de ouders. Als in echt, ze kwam echt naar school toe met allemaal littekens en krassen en wonden. Alleen ze zei ook alweer van ja, ik wil niet dat jullie naar de politie gaan of tegen school iets zeggen. Dus die kijker heeft echt een jaar lang stress daarom gehad over of het nou wel goed ging met dit meisje en iets willen doen en er helpen. Tot in één keer, een jaar later, de big whoop kwam, ze had het allemaal verzonnen. Ze had alle schade die ze hem aan haar lichaam had, had ze gewoon zelf gedaan. Ik weet even niet of het was omdat het een manier was van zelfverminking en het op die manier, omdat ze dat niet durven te vertellen, deze leugen verzinnen. Dan kan ik het nog soort van verzinnen. Maar uit de e-mail leek het te gaan alsof ze gewoon heel onzeker was en aandacht wilde. Door te doen alsof ze thuis mishandeld werd. Dat is niet de beste manier om aandacht te krijgen. Alhoewel, het heeft blijkbaar een jaar lang gewerkt. De vriendschap is geloof ik daarna redelijk verwaterd. Wie had dat verwacht? Oh, het is de chief. We hebben weer een chief. Fuck off, chief. Foes. Nou net zeggen, ja. Is dat brandbaar materiaal? Je moet de omgeving een beetje in je voordeel gebruiken. Kom eens hier, chief. Ja! Is hij dood? What? Epic. Super epic. Fortnite gamers. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden dat ik op hoge difficulty speel. Als jullie willen dat ik gewoon makkelijker door alle gebieden heen trek. Ik wil ook best de game op een lagere moeilijkheidsgraad zetten. Maar het voelt wel een beetje als opgeven en... Dat doen we pas in aflevering 20 of zo, ja toch? En voor de rest heb ik nog best wel een leuk verhaal van een kijker genaamd Jurre Hermans. Misschien ken je deze naam, want hij was namelijk voor enkele dagen super famous. Dat was zijn herinnering. Hij stuurde me een filmpje van toen hij, ik geloof, 11 was. Waar hij geïnterviewd werd door je boy, Matthijs van Nieuwkerk, bij De Wereld Draait Door. Ik kan eventjes het in de video knippen. Hij is vandaag wereldnieuws. Iedereen wil met hem praten. Hij heeft namelijk een eervolle vermelding gekregen bij de Wolfson Economics Prize in Engeland. Groot, €290.000. De schatrijke Britse Lord Wolfson, lid van de House of Lords, heeft dit geld over voor dat idee, dat scenario dat op ordelijke wijze, dus zonder chaos, de eurozone opbreekt. Er zijn 5 finalisten, dat zijn allemaal top-economen. En er was dus een eervolle vermelding en een bedrag van €100 voor Jurre Hermans uit het Gelderse Bredenbroek. Jurre legde namelijk met een tekening uit hoe Griekenland het beste uit de euro kan stappen. Opmerkelijkst, Jurre is pas 11 jaar. Hij zit bij ons aan tafel en Matthijs Bouwman om het een en ander te controleren, want wat weten wij ervan. Ja. Maar we beginnen natuurlijk met Jurre. Dit was een hele rare dag. De BBC, The Guardian, grote krant in Engeland, The Times, grote krant in Engeland. Ze hebben je al gebeld, hè? Ja. Wat wilden ze weten? Wat mijn idee was en wat ik vond over en wat ik met het goud wou gaan doen. Ongelooflijk.
You cannot use this while in combat. Oh, ik ben in combat. Please vertel me meer. Ik denk dat dit in principe niet het geniaalste idee is. Want het hele land gaat dan gewoon failliet en dat wil je ook weer niet. Maar je kan ook gewoon... Ja, we verklaren gewoon de oorlog aan Griekenland. Ik bedoel, sure, je krijgt je geld terug op de lange termijn. We kapen gewoon het hele land. We stoppen gewoon met Griekenland. Ik bedoel, voor een 11-jarige was het een leuk idee. Hij kon in ieder geval meedoen. En het idee was dat de winnaar van deze prijsvraag, wie kan de economische crisis fixen, die kreeg iets van een paar honderdduizend eurotjes of zo. En deze kijker was dus genomineerd helemaal. Dus hij was in één keer landelijk in het nieuws. En dus bij... Ah, oh, zuur. En bij De Wereld Draait Door. Yeah. Mijn wereld draait niet door. Ik ben zojuist overleden. Super zielig. Oh man, ik ben hier weer helemaal. Poes, 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 poes. Poes, 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 poes. Fuck, rennen, 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 rennen. In ieder geval, kijker was bij De Wereld Door voor zijn idee. En omdat hij dus en was het nationaal in het nieuws. En uiteindelijk heeft hij, ja, jammer genoeg de wedstrijd niet gewonnen. Maar wel iets van een paar tientjes of een boekenbon. Of een beetje iets in die richting. Het is vooral wel cool dat je eventjes gauw wereldnieuws bent. Alleen vervolgens win je niet. En jammer genoeg vergeten ze je dan wel weer. Ik kan best begrijpen dat als je 11 bent en je bent in één keer te gast bij De Wereld Draait Door, dat het best wel cool is. Daar ben ik het zeer zeker mee eens. 11-jarige Rickert is in ieder geval jaloers op je. En je geniale ideeën om de crisis te fixen. Had ik bij de e-mail gezet, ja, als ik deze beelden nu echt terugkijk. Cringy shit, man. Daar zijn we dol op hier op mijn kanaal. Cringy shit. Even kijken. We kunnen gewoon meteen al onze... Dit is ook beter dan wat ik heb. Dit is ook betere boots. We gaan meteen even al onze armor gaan vervangen dan, hè. De dwarf van armor is ook super zwaar. Boots weg. Wat had ik nou ook alweer? Ik had steel plated. Boots en helmet. Dwarf en helmet weg. Hoppakee. Nou, het schiet wel lekker op zo, toch? Het is in ieder geval een stuk lichter. Dat is fijn. Voor mij is het klaar nu? Is iedereen dood? Zo, ja... Zeg eventjes, ja hoor. Zou super fijn zijn. Voor de rest had ik nog een verhaal. Super raar. Hoe een kijker was heel veel aan het zuipen ergens. Maar hij wilde opeens naar huis. En hij kwam een gast tegen van 44. Die was ook aan het zuipen. En die zei, ah joh, ik rij je wel naar huis. Om een wildvreemde, redelijk stukje oudere man in een auto stappen. Terwijl je allebei te veel gezopen hebt. En op een gegeven moment ergens had hij opeens een soort moment van nuchterheid waar hij denkt, what the fuck ben ik aan het doen? En had hij opeens het gevoel alsof hij ontvoerd werd, dus auto aan de kant van de weg gezet. Gas lult een beetje tegen hem van, dude, het komt goed, ik breng je weer naar huis. En toen werd hij heel verward wakker in zijn eigen bed. De droom, denk ik. Wat niet de droom is, is deze gameplay, fuck. Please. Stikkeltje omhoog. Yes! Er zit helemaal niks achter die deur. Ik wil gewoon graag level 26 lockpicking. Living the dream. Even gauw hier. Oh! Even gauw hier kijken. Common Soul Gem, Potion of Plentiful Healing. En dan is hier gelukkig eindelijk de uitgang. Als het goed is, het hier een soort lever die je over moet halen. En dan komt die dude die bij de poort stond. Die komt dan naar binnen. Yes. Kom maar binnen! Dat scheelt, maakt deze hele battle waarschijnlijk een stuk makkelijker. Ik geloof dat die meevechten ook redelijk goed is in het daadwerkelijke meevechten. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want ik heb net echt super lang allemaal bandits verslagen. Terwijl jij bent echt veel sterker dan ik. Had je die gewoon zelf kunnen doen. Kijk, die gast is super sterk. Waarom heb ik zojuist die hele grot doorgetrokken? Niemand weet het. Eigenlijk, de wetenschap is er letterlijk nog niet over uit. Is iedereen dood? Nee, er leeft nog iemand. Laat me stoppen alsjeblieft. Amstiet. Oh, zoveel pijlen ook. Chill. Mokertje chill. Waar is iedereen? Ah, daar is er nog eentje. Ik even helpen? Ik regel dit wel voor je. Pats. Pats. En rats. Neer. Oké dan. Ik heb eigenlijk geen idee wat de reward is van deze quest. Ik hoop een goede shit. Gewoon 1000 of zo. Ik bedoel, het zou raar zijn als hij echt heel weinig geld geeft. Want door die kamer heen trekken vind je echt al duizenden coins aan loot. En even kijken. The fort is yours. Nee, je familie is dood. Sorry man, lol. Hopefully they made it to... Anyway, here is your reward. Rewardje. Oeh, dat is chill. Detect life. Fucking chill. Is dat de enige manier om die spreuk te krijgen? De Tech Life is een super chill spreuk.
Ik ga meteen even toevoegen. Ik ga meteen even demonstratie geven. Wat zeg je me daarvan? Magic? Ik geloof dat het een alteration spel is. Ja, de enige die ik heb momenteel. Wat Detect Life doet, is je kan door muren heen zien waar iedereen is. Zo dus. Wat het chillen is, als je dit doet in grote steden. Pak een beet, bijvoorbeeld. Whiterun. Als je gewoon heel... Voor mij is de XP van deze spreuk gebaseerd op hoeveel mensen je kan zien door muren heen. Dus als je in een stadje bent, zie je super veel mensen door muren heen. Krijg je gewoon super veel XP. Ik zal even een kleine demonstratie. Dat is voor de rest nog een verhaal van een kijker die was in Tsiget. Dat is een heel fantastisch... Tsiget is geloof ik Hongaars voor eiland. Het is namelijk in Budapest, heb je zo'n eilandje. Tussen de prachtige rivieren in daar. En daar op dat ene eiland is eigenlijk één groot festivalterrein. Het is very big shit. Very veel party, very veel drugsgebruik. In ieder geval, kijker had een of andere Poolse chick gefixt en had die meegenomen naar zijn appartement. En het grappige deel van het verhaal, wat hij voor alles wat mij herinnert, is dat een van zijn vrienden heel dronken was. Telkens naakt in de kamer binnenin kwam met zijn kleine piemel en vroeg, mag ik meedoen? En zo, nee, rot op. En later nog een keer komen. Kan ik meedoen? Kunnen we niet deze, je hebt deze chick gefixt, kan ik niet gewoon even, kunnen we niet gewoon een trio van maken? Ik heb gewoon even zin om te bonken. Dat is inderdaad een hele positieve ervaring. Check deze shit. Je Magicka gaat als een drol naar beneden. Maar als je gewoon even een paar leveltjes nodig hebt in weer een skill waar je niks mee doet. Hopla! Ik zei het toch, je hebt echt in no time heb je gewoon level 100 in deze skills. Het moet op deze manier. Het is alleen irritant dat je Magicka moet replenishen. Er is geloof ik een spreuk waar je je HP kan drainen. En je Magicka kan replenishen. Die twee, je kan bijvoorbeeld zo'n spreuk doen dat je dus je HP weghaalt en Magicka erbij hebt en daarna weer healt. En die twee doen het om en om. Daar kun je ook heel veel experience mee verdienen, maar... Het is prima zo, het is prima zo. Ik denk dat jullie gewoon gaan bedanken voor het kijken van deze aflevering. Alhoewel, we hebben nog wat wandelen om te doen. We moeten eerst het allerbelangrijkste doen. Allerbelangrijkste. We gaan eerst naar Riverboot. Makkertje! Is a bard. Hij had ook een quest voor je trouwens, dan kan hij je buddy worden, dan kan hij gewoon met je meelopen en kan je dat levels bij hem kopen. Hij en Sven zijn allebei verliefd op hetzelfde meisje. You're right. When have words ever inspired feelings of love? I don't need your jokes right now, but maybe you have a point. Maybe Camilla needs some help seeing Sven for what he is. Moeten de relatie saboteren. Could you give her this letter and say it's from Sven? I think I've matched that Nord's lack of cleverness perfectly. Okay, omdat ik al het levels van je krijg. Greetings is. Ik wil gewoon, ik mag mijn levels ook niet doen. Ik moet eerst die kutquest halen. Nou vooruit dan maar. Ik ga eventjes die dude vinden. Ah, hier is ze. Het grappige is, je kan dus ook een ander einde van de quest pakken door gewoon Sven te vertellen dat hij probeert de relatie... Oh, het is de zus van de Riverwood Trader. De ultieme waifu. I have a letter for you from Sven. Lie. Another poem, I bet. He does know how to make a girl blush. Ik heb nog niet gelezen. What's this? If that oaf thinks all I'm going to do is stay in that filthy house of his and clean out... Oh, zo'n ding van, hey, ik wil dat je mijn huisvrouw wordt. Feminisme. I'm not speaking to him anymore. Hij heeft al een moeder. Dr. Vendel. Hey gast, ik heb echt de beste fix voor je gefixt. Dit is fantastisch. Fuck a niffo. I appreciate your help. Please take this. Some gold I've saved up from working at the mill. Follow me. I need your help. I've already got someone with you. Lydia. Kan ze weg? It's time for us to part ways. I'll back home when you need me. Doei. Doei. Oh, is er een draak? Godverdomme. Ik heb normaal nooit zo vaak dat er draken zijn in Skyrim. Ik bedoel, het hele ding van de game is draken hoor. Maar het gaat gewoon te ver dit. Nou, laten we de draak doodmaken. Dan er even gauw. Ik wil graag zelf nog één verhaaltje van input erin stoppen. De meeste herinneringen die ik heb zijn een beetje naar als in... Ik denk dat als er iets is wat ik het meest niet kan vergeten, als in het moment dat ik me echt nog het best herinner, dat zijn allemaal dingen waar ik negativiteit waar deze video geen zin in heeft. Het lijkt wel alsof ik iets heel raars heb gedaan, alsof ik ook een vrachtwagen in de fik heb gestoken. Nee, het is zeg maar, zonder te veel details, zeg maar, het moment dat ik me vertel werd dat mijn vader overleden was, dat natuurlijk ook heel spontaan was. Ik weet nog precies wie, wat, waar, waarom.
Niet de hele beste herinnering om te hebben in ieder geval, maar ik heb ook positieve herinneringen. Ik denk dat een van mijn lievelingsherinneringen juist is hoe ik met mijn vader ooit naar Istanbul ben gegaan. Over het algemeen waren mijn vader en mijn broertje wat closer dan mijn vader en ik. En mijn vader houdt heel erg van klussen in de schuur, net als mijn broertje. Dus in principe viel ik daarmee een beetje buiten de boot. Ik weet dat ik te zwaar ben, maar ik ga letterlijk naar die Riverwood Trader toe kruipen als het moet om het skelet te kunnen verkopen. En VN dan even zoeken, maar dat komt zo meteen wel. We kruipen die kant op terwijl ik mijn verhaal vertel. In ieder geval, over het algemeen waren mijn vader en mijn broertje wel iets meer close dan mijn vader en ik. Maar hij wilde toch graag ook wat één op één tijd met zijn zoon. Dus zei hij van, fuck aan Niffo, we gaan naar Istanbul toe. En dat was fucking vet. Om gewoon met z'n tweeën zo lekker veel tijd te spenderen. En toen op een gegeven moment, mijn vader was heel goed in slapen. Dus op een gegeven moment hadden we gewoon besloten. En als ik met hem een film ging kijken, zelfs in de bios, dan viel hij meestal gewoon in slaap. Dus we hadden besloten om een kleed te kopen. Echt zo'n heel fucking vet Turks tapijt. Die gewoon neer te leggen. Zo pam, voor de Blauwe Moskee op zo'n heel groot open veld. En daar gewoon lekker een tukkie te gaan doen. En dat is gewoon een hele fijne herinnering. Het was fucking vet om eerst de hele dag op jacht te gaan naar een kleed. Puur zodat we in een park konden pitten. Echt een goed slaapje gehad. Ik ben ook toen voor het enige moment in mijn leven in Azië geweest. Zeg maar, Istanbul ligt eigenlijk ook half een klein beetje in Azië. Net zoals een deel van Turkije natuurlijk. Dus wij zijn echt letterlijk met zo'n touringbus dat je een beetje oortjes in kan doen en informatie krijgt over alles. Zijn we gewoon heel kort eventjes gauw in Azië geweest. Wat vooral lachen was daaraan. Oeh, speech increased. Very nice. Level up. En wat vooral heel tof was daaraan is, ik heb het kleed nog. Yeah, en ik ben in de bus trouwens ook echt meerdere keren in slaap gevallen. Ik heb het kleed nog. I've been looking for you. That's something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see. I've got a letter and a lot of gold. Ik noem het zelf mijn compilatiekleed. Het is alsof ze gewoon allemaal verschillende kleden hebben gepakt en van alles een soort heel klein stukje bij elkaar hebben geplakt. Ik vind het erg tof. Ik ben er erg blij mee. Zeg maar, qua spullen van mijn vader was er weinig van ik echt dacht van, dit wil ik echt hebben. Maar ik zei sowieso, dat kleed, dat is van mij. Voornamelijk vanwege de bijbehorende herinnering. Het is best wel bizar hoe zoveel dingen in je leven zo standaard zijn dat je er eigenlijk gewoon geen herinneringen van hebt. Dus ik denk, wat als ik vorige week ook wel moet doen in mijn leven, was ik toen aan het denken, wat voelde, dachten, wilde ik toen? Geen idee, maar het zijn die paar mooie momentjes die ergens blijven hangen. En die moeten en zullen gekoesterd worden. Hallo? Waarom staat iedereen hier nog steeds te chillen met z'n allen? Met de hond er ook bij, de hele stad is hierheen gekomen, het dode skelet. Ik moet zeggen, ik vind die draken dan juist weer echt heel erg makkelijk in vergelijking met hoeveel moeite ik heb met zo'n bandit. Maar het helpt ook wel dat ik kijk met hoeveel mensen we dat ding hebben verslagen. Jeetje. Ik kan die dude gewoon nergens vinden. Ik heb wel zijn huis gevonden nu. Misschien moet ik gewoon even inbreken en zeggen, hey, wil je me volgen? Ja, sorry, ik kon je nergens vinden. Oh, ik heb nu al bounty voor Whiterun. Niet handig. Is hij thuis? Nee. Ik kan hem nergens vinden. Waar is die mooie elf? Ik wil hem namelijk helemaal voor mezelf. Hij is vast hier dan. Ik gok dat iedereen hier is. De big party. Please, het enige wat ik wil. Oh, Sven. You're nothing but trouble. Je hebt gelijk. Ik heb wel je relatie verpest. Het is allemaal mijn schuld. Misschien is het makkelijker om in plaats van telkens rondjes te lopen door het dorp gewoon op één punt te blijven staan. En dat hij dan gewoon naar jou toe komt. Lazy man mode. En ik wil ze even vragen of hij me wil volgen. Dan hoef ik die gast nooit meer te vinden. Kan ik altijd mijn archery trainen. Is dat nou zoveel gevraagd? Hè? Is hij dood of zo? Dat kan niet toch? Toch? Dat hij gewoon vermoord is door de draak van net. Want ik kan hem gewoon echt nergens vinden. Hij is altijd hier gewoon een beetje aan het chillen. Meestal hier, net zoals die chick gewoon altijd hier is. A fine day to you, friend. Ja, het is goed mee, het is goed met je. Ik kan hem gewoon echt niet vinden. Weet je wat? Het maakt ook geen ene flikker uit. Je weet wat ik ga doen. Ik ga wat archery levels bij hem kopen. Ik steel mijn geld terug. Ik vraag wie vrienden worden voor het leven. Gewoon de standaard shit. Ik zie je de volgende aflevering terug bij een nieuwe aflevering van Skyrim. Met verhaaltjes. Vergeet zeer zeker alsjeblieft niet om wat leuke antwoorden in te sturen. Dan maak ik er weer een leuke video van. En de volgende aflevering is heel bijzonder. We gaan daadwerkelijk naar Ivarstedt toe.
We hebben dit hele bokkend ook al gelopen. We gaan naar Iverstedt toe. We klimmen daadwerkelijk de berg. Hi Rotkar. En gaan verder met de main story van de game. Oh yeah. Even kijken. Tot op een aflevering. Doei.